Het kwam met bakken uit de hemel, stromende regen 5 minuten voor de aftrap van PSV onder 17, AZ onder 17. Een prachtig affiche bij de halve finale van het KNVB bekertoernooi. En AZ onder 17 krijgt meteen een grote kans. Joël van der Ban schoot die bal op de lat en krijgt hier nog een herkansing. En deze is een heel stuk minder dan die eerste poging van hem op de lat dus. AZ maakt duidelijk dat zij graag naar de finale willen. Maar dat geldt uiteraard ook voor PSV. Robin van Duiven met de vrije trap. Sierlijke redding van Kiani Zeggen. En dat zijn eigenlijk een van de weinige hoogtepunten in die eerste helft. Want er gebeurt niet heel veel. Het is aftasten. Elvik Jager probeert het dan nog. En wederom een redding van Zeggen. Weer sierlijk. Geen doelpunten in die eerste helft. En in de tweede helft is hier de man weer die net al 2 keer een hoofdrolletje had. Kiani Zeggen. En hier komt hij goed weg. PSV slordig. Het balbezit voor AZ. Aanvoerder Jasper Hartog komt daar voorbij de man. En Van den Ban die komt dan niet tot uithalen. Maar het eerste gevaar, echte gevaar van die tweede helft is wederom voor AZ. De bal in de handen van Zeggen. Linksback Dijkstra helemaal vrij. De ruimte achter de verdediging van den Ban. Die gaat daar op af en is dat Hens. De scheidsrechter vindt van wel. De grensrechter vindt van wel. Daar is Nick Jansen. En dat is een rode kaart voor de doelman van PSV. Dan is vraag 1. Pakt Jansen die bal buiten de 16, ja of nee? Ja, vanaf deze hoek lastig te zeggen. Is het dan ook een rode kaart? Scheidsrechter Van den Korput vindt van wel. En dan is het aan Stijn Kuijsten om zijn kunsten te laten zien. Daar zit hij verslagen. Nick Jansen, rode kaart voor hem. PSV moet verder met 10 man. Tegen AZ, ook een topploeg. En dan wordt het heel erg lastig. Die eerste redding van Kuijsten is daar. Recht op hem afgeschoten in de handen. 0-0. Maar dat het lastig gaat worden voor PSV is duidelijk. Want hier komt de treffer voor AZ. Nee, daar is Eus Waaiers. Die laat zien hoe scherp je moet zijn in zo'n wedstrijd. In zo'n halve finale waar het draait om details. En Eus Waaiers redt PSV hier. Trinidad. En daar is dat Hens. Nee, dat is het niet. Matthijs Menu raakt die bal wel met de hand. Steunarm zegt het dan. Scheidsrechter geeft dan ook nog eens een keer een achterbal. Dat was het zeker niet. Maar goed, er wordt verder gevoetbald. Hier is AZ weer. Hier is wederom een kans. Oeh, Kuijsten zit daar niet lekker bij. Julian Uriep wel vlak voor tijd. 1-0 AZ. En dan gaat het voor PSV onder 17 een ontzettend lastig verhaal worden. 1-0 achter, vlak voor tijd. Tegen 10 man. Het is Kuijsten niet, het is Waaiers niet. Die overigens geblesseerd achterblijft. PSV heeft al zijn wissels al gebruikt. En we zien Waaiers ook niet meer terug in deze wedstrijd. Blessuretijd 90 plus 7. Daar de beslissing. Joël van den Ban zorgt voor de 2-0 voor AZ. En daar is ook meteen het eindsignaal. PSV plaatst zich niet voor de finale van de KNVB-bekertoernooi. Die plek gaat naar AZ onder 17.